Nieuws. En dat is dus tijd nu voor Kees de Kort, macro-econoom van AFS Capital Management. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Paul. Kees, daar zullen we het nu eens over hebben. Bijvoorbeeld over de kredietverlening van banken. Niet iedereen krijgt geld en klaagt ook steen en been. Ze zeggen, wacht even, er zijn die banken ervoor. We hebben kredieten nodig en we krijgen ze niet. We kunnen niet verder. Huilie. Onzin natuurlijk. Kijk, waardoor zijn we op dit moment in de problemen terechtgekomen? Uiteindelijk omdat iedereen en alles ongelimiteerde hoeveelheid geld kon krijgen. En daar op enig moment niet meer aan de verplichting kon voldoen die erbij hoorde. Daardoor zijn de banken in de problemen gekomen. Is de kredietcrisis, zitten we in een economische crisis. De banken zijn veel te scheutig geweest met geld. Dat is de ene kant, maar zijn de banken nu niet veel te weinig scheutig met geld? Dat ze hard de hand op de knip houden? Dat is maar de vraag. Alle mensen die tot voor kort net wel geld konden krijgen, met blauwe ogen en slechte plannen, krijgen nou natuurlijk geen geld meer. Dat lijkt me voorkomen terecht, want we willen toch niet nog een keer meemaken wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dus dat de banken meer denken aan het risico en een hoge vergoeding willen hebben voor het risico te slopen, dat lijkt mij voorkomen terecht. Maar ja, de mensen die, wat ik net al zei, die tot voor kort net wel geld krijgen en nu net niet, ja, die beginnen natuurlijk te huilen. Dat snap ik ook wel, maar ja. De banken moeten in deze natuurlijk wel een rug recht houden. De banken zijn om geld uit te lenen. Hè, dus ook weer terug te krijgen, niet om geld weg te geven. Kijk, laten we even een stapje naar Amerika maken en dan met name naar het commerciële vastgoed. Als je daarnaar kijkt, dan schrik je. Dan schrik je echt. Ja, nou, niet over huilie gesproken. Ja. Okay. Nou, dat is gewoon een understatement natuurlijk. Ja, nou. Dat commerciële vastgoed, dat heeft problemen. Logisch ook, want recessie, leegstand, minder kantoren nodig, minder winkels nodig, bedrijven gaan failliet. Dus ja, en dat betekent natuurlijk ook weer dat de banken er weer het vol voor hun biezen krijgen. Want heel veel van het commerciële vastgoed is natuurlijk gefinancierd met bankleningen. Nou, die banken werken aan een oplossing, dat mogen duidelijk zijn. En dan hebben we twee fijne quotes uit de VS, de illustratie, om aan te geven hoe die banken aan een oplossing werken. Extend en pretend, dan wel delay en pray. Oftewel, vooruitschuiven, uitstellen, geen verliezen nemen en hopen dat het binnenkort beter gaat. Dat is nog steeds in de VS de manier om verder te komen. En daarmee worden dus nog steeds de problemen per dag groter. Dat is commercieel vastgoed in Amerika. Dan worden de problemen per dag groter. Gaat het ook zo snel, denk jij, in Nederland als het over het commercieel vastgoed gaat? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk vandaag twee bedrijven met resultaten gekomen. SNS Reaal, nou opgeteld gaat het beter. Dat is duidelijk dan een tijdje geleden. Maar ze klagen wel over SNS Vastgoed. En daar wordt nog steeds verlies geleden. En Wereldhaven, een grote vastgoedonderneming, ja, die leiden gewoon verlies. Dus hun renteinkomsten, dat gaat keurig netjes door. Maar ja, ze moeten afboeken op allerlei dingen die ze overal in de wereld hebben staan. En dat proces van afboeken, dat is natuurlijk in wezen de hele vastgoedcrisis. Dat is in volle gang en dat gaat nog een tijdje door, denk ik. Dus ook in Nederland, in Europa, in allerlei andere landen, is de daling ingezet. Ik denk niet dat we daar voorlopig vanaf zijn. Nee, en beleggers hadden we het gisteren nog over. Die keken naar de G20 en die horen dat de simuleringen allemaal doorgaan. Dus die denken, wacht eventjes, die krijgen inderdaad, zoals jij dat zegt, die krijgen die roze brillen weer op. Hè? Maar ja, wat moeten, als ze dat hier tegenaf zetten, wat dan? Brillen moeten meteen weer af. Ja, goed, kijk, als je gewoon kijkt naar wat natuurlijk de afgelopen maanden sinds begin maart gebeurd is. Toen is een dieptepunt bereikt, eigenlijk in de hele wereld op de beurzen. Daar zijn we echt ongelooflijk gestegen. We staan nu in Europa gewoon een procentje 20, 30 in de plus ten opzichte van begin dit jaar. Nou, als het economisch nou veel beter gaat en de verwachtingen zijn positief, dan zou dat terecht zijn. Maar mijn beleving is dat het economisch niet beter gaat, maar eigenlijk slechter. En dat de verwachtingen somberder worden. Ja, en daar passen in mijn optiek simpelweg geen duidelijk hoge koers bij. In de VS is het nog erger. Daar zijn de problemen levensgroot. De verwachtingen erg somber. En we staan gewoon 20% in de plus met de S&P 500. Dat vind ik nou een rare combinatie van factoren. Je ziet het aan de resultaten van de bedrijven. Die dalen alleen maar. Nog wel eens een keer beter dan verwacht. Dat komt alleen omdat de verwachtingen heel laag zijn neergezet. Maar in vergelijking met dalen ze allemaal de verkeerde kant op en de koersen blijven stijgen. Nou, dat vind ik een rare combinatie van factoren. En ik zou zeggen dat het niet kan blijven duren. Nee, dankjewel. Kees de Kort, macro-econoom bij AFS Capital Management.